Het ministerie van Arbeid heeft wetgeving voorbereid die specifieke vormen van discriminatie op het vlak van arbeid zal tegengaan. Dit kwam naar voren bij de opening van de driedaagse training Gelijke Behandeling in Arbeid bij het Scholinginstituut voor de Vakbeweging in Suriname. U hoort minister Suharto Mustaja, Glenn Pirou en Shinko Miyake. Today is the purpose is a training. So training on what? Mainly two things. One is ILO conventions on discrimination, and we have two of them, convention number 100 and 111, so that's one. And also the National Assembly of your country, Suriname, has a draft law on equal treatment at work that's currently before the National Assembly, and hopefully soon it's going to be discussed. So this training is also going to discuss the draft law as well. The participants are tripartite, meaning they are government representative, workers representative, and employers representative. So once the law is passed, they're going to implement, they're going to apply the law. So it is good to be informed about the draft law. It's a draft, but it's nice to be informed. But also, because it's a draft, they can also express their opinions and maybe even suggestions to make the draft law even better. And also, this draft law is based on the two conventions I just mentioned, 100 and 111. So it is also useful for the participants to be informed about it for the better implementation. And can you tell me what they're doing inside as the participants? They are, what do you mean? Do they have to do a test or what? No test, but this session is going to be active, especially this morning it's going to be mostly lectures, but in the afternoons there will be interaction comparing the two conventions and the draft law, and what kind of improvement they want to see. There will be a discussion on it. About 50 participants. Ten eerste is er het algemene antidiscriminatie van artikel 8 van de grondwet. Artikel 27 bepaalt verder dat het de plicht van de staat is om het recht op arbeid zoveel mogelijk te waarborgen door gelijkheid van kansen bij de keuze van beroep en soort werk te garanderen, alsmede te verbieden dat toegang tot enige functie of beroep wordt verhinderd of beperkt op grond van iemands geslacht. Verder bepaalt artikel 28 van de grondwet dat alle werknemers zijn ongeacht leeftijd, geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst of politieke overtuiging gerechtigd tot beloning voor hun werk naar gelang van hoeveelheid, aard, kwaliteit en ervaring op basis van het beginsel van gelijk loon voor gelijke arbeid. Zie daar het belang van de ratificatie van de genoemde verdragen. We hebben ons ingespannen in de afgelopen periode om inderdaad de ontwerpwet gelijke behandeling gereed te hebben voor behandeling. En de wet geweld op de werkplek en seksuele intimidatie. En daarnaast nog drie andere behandelklare wetten, in totaal 5. En ik weet niet of het de DNA zal lukken om al deze 5 behandelklare wetten van ons nog in behandeling te nemen, als we ervan uitgaan dat maart 2020, dat dan in die maand de beëindiging zal zijn van het werk van de Nationale Assemblée, als je goed bent geïnformeerd. Dus uitgerekend nog 5 maanden plus de resterende weken van oktober.
Maar ik hoop wel dat deze twee wetten in behandeling komt, want we zijn al gereed, al geruime tijd, om die behandeling daar te doen. En dan gaan we toetsen, inderdaad, in hoeverre en welke volksvertegenwoordigers zich zullen opstellen ter goedkeuring van deze wetten. Die training gaat omtrent discriminatie op de werkplek. Er is een bepaling in de grondwet die ons verbiedt om te discrimineren in zijn algemeenheid. Maar die samenleving bestaat ook uit werkplekken. En dus die discriminatie moet ook bestreden worden op de werkplekken. Dat staat ook in de grondwet expliciet. Gelijke behandeling. Wat is discriminatie? Wat is geen discriminatie? Hoe pak je het aan als land? Daar gaat deze training over. Wij hebben twee verdragen geratificeerd. Dus we zijn partij geworden bij twee ILO-verdragen. Die te maken hebben met discriminatie, antidiscriminatie. En als gevolg van die ratificatie hebben wij wetgeving gemaakt. Nieuwe wetgeving. Die nu voor behandeling aangeboden is aan de Nationale Assemblée. En het gaat om de wet gelijke behandeling. En de wet geweld op de werkplek, inclusief seksuele intimidatie. En er is een derde wet door de regering gemaakt, aangeboden aan de Nationale Assemblée. De nieuwe werktijdenregeling. Drie wetten. En recent is ook aangenomen in de Nationale Assemblée, ook al in werking getreden. De wet bescherming, arbeidsbescherming gezin. Dus zo zie je dat de regering op het gebied van wetgeving toch wel behoorlijk actief is. Om die regelgeving te maken. Maar die regelgeving maken is één. Je moet hem uitvoeren. En om hem uit te voeren, dan moet je begrijpen wat er precies in die wetgeving staat. Wat die begrippen betekenen, wat die begrippen niet betekenen. En daar gaat deze training over. We hebben een ILO-deskundige hier. Vanuit de ILO Caribbean Office. En die gaat met ons doornemen wat discriminatie op de werkplek is, wat het niet is. Wat de verschillende aspecten van discriminatie zijn, maar ook hoe pak je hem aan. Ja. Wij hebben bij het maken van onze wetgeving rekening gehouden met dus de ILO-conventies en de CARICOM-standaarden hebben we ook gebruikt. Dus dat straks zal blijken waarschijnlijk dat onze conceptwetgeving die we hebben gemaakt helemaal in lijn is met dus die internationale standaarden. Ik denk dat die conclusie zal worden getrokken straks, morgen. Maar het is goed dus dat het kader getraind wordt. Kader bij de overheid, er is kader bij bedrijfsleven, kader bij vakbeweging, want discriminatie, dat pak je niet alleen als overheid aan. Is een joint responsibility van zeker bedrijfsleven ook, vakbeweging ook. En we zitten hier samen met alle drie partners om te kijken naar discriminatie, wat het is. En twee dagen van trainingen. En dan denk ik dat we na morgen iets verder zijn in het uitvoeren van dus het huiswerk.